4. Goed zo. En 4 keer kloppen. 4. Nogmaals, 4 tellen remmen. Komt ie, harder. Kom op.
Ja, keeper! Ja, jongen, jongen, ik ben een keeper. Mag ik daar aan de geest slingeren? Deze gaat erop, hè? De leukste sport die je gedaan hebt. Ook hier, waarom? Weet je nu. En jij, Ties? En de koffie, dames, wat vinden jullie ervan? Maar het is wel gelukkig. Het ziet er echt fijn. Ik heb hier in mijn handen uitslag. We hebben vandaag gestreden om de eerste plek. En bij een eerste plek hoort natuurlijk een prijs. En die prijs heb ik hier in mijn zak zitten. We hebben twee prijzen. Eén prijs voor de winnaar van de groep 5-6. En één prijs voor de winnaar van de groep 7-8. Ja, ik ga het niet spannender maken dan het al is. In de categorie groep 5 en 6 heeft gewonnen. En die wil ik natuurlijk onder een daverend applaus even hier naast mij hebben. Team Lia! Komt eraan!
nacht is goed gegaan. We hebben het eigenlijk zo goed als droog gehouden. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet. Dat was, vind ik, echt een applaus waard. Dankjewel. Iedereen heeft daar een extra inzet getoond waar het nodig was. Iedereen heeft zelf oplossingen bedacht als het even niet goed ging. Met z'n allen heeft samengewerkt dat toch de punten erin kwamen. Ja, wat mij betreft is het gewoon echt helemaal goed gegaan. De verenigingen zijn goed gepromoot. De kinderen krijgen nog van elke vereniging een flyer mee. Dat als ze het heel leuk vonden, dat ze ook proeflessen kunnen komen doen bij de vereniging. Dus ik denk dat het voor de vereniging zelf ook heel goed is geweest. De kinderen vonden het leuk. Vanmiddag hebben we alleen maar ouders gehad en docenten gehad dat ze het helemaal leuk vonden. Het enige dat ze hadden was dat de rondjes net te kort waren, een kwartiertje. Dus die zijn voor de volgende keer wat langer, dat jullie wat langer de tijd hebben voor de activiteiten. En dan hebben we nog een kleinigheidje van jullie. En dat hebben de vier ADO-stagiaires waar ik eigenlijk ook echt een applaus voor wil. Want die hebben heel goed gedaan. Goed mee georganiseerd en toch voor Jan en mij heel erg fijn dat jullie er met z'n vieren bij waren. En toch voor onze eerste keer en voor jullie eigenlijk ook. Maar we hebben samen er toch een hele leuke dag van weten te maken. En dat was het eigenlijk namens mij. Ik weet niet of jij iets hebt, Jan. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik ben het wel wat zwaar te zeggen. Mogen jullie in ieder geval het kleinheidje halen? Is je veld er niet helemaal opgeruimd? Help alsjeblieft nog even mee, want dan kunnen wij dadelijk ook gewoon een huisje doen. En dan. Hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't.